Een hele goede morgen. Ik had een hele erg drukke ochtend met twee kindjes die een beetje opstandig waren. Dus ik kon niet de vlog openen. Maar bij deze, welkom bij een nieuwe Ups & Down. En Jordi heeft een drukke ochtend al gehad. En Liam is er ook. Dit is al de hele ochtend zo. Ben ik met het ene kind bezig, gaat het ene kind zeuren. Ben ik met het andere kind bezig, gaat het andere kindje zeuren. Maar die momenten heb je ook. Jordi die krijgt nu dus een flesje. En Liam heeft net een fles gehad, heeft hij niet helemaal opgedronken. Dus dat ga ik zo dadelijk nog heel eventjes doen. Maar eerst eventjes Jordi zorgen dat hij naar bed gaat. Want die is hartstikke moe. Jordi heb ik lekker rustig op bed. En Liam gaat lekker kontjes kijken. Ja, lekker kontjes kijken, hè? En dan heb ik tijd om even een boterham te eten. De twee kleine guppies zijn op een gegeven moment allebei lekker gaan slapen. Ik heb alvast mijn eten kunnen voorbereiden en die dingetjes allemaal. En nou zijn ze allebei weer wakker. Jordi heeft zijn soepie gehad en die zit naar Boomba te kijken. En Liam heeft net ook wat fles gehad. Wilde niet meer, probeert zo nog een keer. Maar hier liggen ze hoor, de luilakken. Nou, luilak 1. Hier. Luilak 1. En hier is luilak 2. Ja, meneer Hickie. Ja. Ik heb daar een speeltje liggen. Dan moet hij mee oefenen. Hè? Ja. Het zijn mijn kleine luilakjes, hè? Ja. Je moet wel je bril goed houden, hè? Zo. Hé, jongen? Lekker lui zijn, hè? Ja. Je gaat mama's hand niet opeten. Je hebt net soep gehad. En een paar knabbeldingetjes. Hè? Ja. Jippie! Oh, mijn hand moet weer weg. Oké. Ja. Hè? Als ik het niet vergeet, doen Niels en ik in deze vlog nog even wat uitleg geven over waarom wij zo blij zijn dat Liam gepoept heeft. En want we moeten hem heel veel helpen. En wat daar nou een beetje mee gaat gebeuren. Dus ja. En waarschijnlijk volgende week wordt Jordi opgenomen om botox weer te laten zetten. Hoi hoi. Papa is weer thuis. We hebben net lekker gegeten. En Liam krijgt nu ook weer eten. Hé jongen. Maar wat ik dus straks zei, is ik moet nog even uitleggen waarom wij gisteren zo blij waren, dus in de vorige vlog. Dat Liam gepoept had. Ja. Ik weet niet of jij het was denk ik 3 of 4 weken geleden dat hij zelfstandig gepoept had. Ja. Zoals jullie weten heeft Jordi een darmafwijking genaamd Heersprong. En ik heb van de week heb ik de chirurg van Jordi gesproken. En die zei, dan wil ik Liam ook getest hebben. Omdat, ja, het kan zijn dat dat voorkomt. We hebben wel een genetisch onderzoek laten doen in september. Maar daar hebben we nog geen uitslagen van gezien of gehad. Ook de chirurg niet. Nee. Dus zij wil gewoon Liam ook getest hebben. Het hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Hij kan natuurlijk ook gewoon verkeerd persen. Of dat hij te veel spanning op zijn anus heeft. Maar vooalsnog, ja, er zijn een aantal klachten hetzelfde als bij Jordi. Er zijn ook een aantal klachten niet hetzelfde als bij Jordi. Liam laat bijvoorbeeld wel scheetjes, Jordi heeft dat nooit gedaan. Mm-hmm. Maar Jordi liet weer een heel ander beeld zien
als bij een klassieke hiersprongpatiënt, toch? Dus de chirurg die had zoiets van, ik wil het gewoon getest hebben. En ja, daarvoor krijgen we dus een afspraak. En ja, zoals ik straks al gezegd heb, is dat Jordi ook opgenomen nog wordt voor nieuwe botox injecties. Ja, waarschijnlijk volgende week. Ja, waarschijnlijk volgende week, want ik heb de chirurg vandaag nog gesproken. Maar dat weten we pas 3 dagen van tevoren officieel, omdat we nu in de coronacrisis zitten. Dus dat is allemaal even afwachten. En dan gaat er ook 1 ouder mee, en dat is Niels in dit geval. Ja, ik ga met Jordi dan naar het Radboud. Ja. En Mandy blijft dan met Liam thuis. Ja, en als Liam naar het Radboud gaat, gaat Niels daar ook mee heen. Niels is gewoon iets... Het is niet dat ik het niet kan, het medische aspect. Want dat kan ik juist wel. Alleen Niels is iets rustiger daarin. Waardoor de kinderen dus ook iets rustiger zullen zijn. En ja, voor mij kost het gewoon heel veel energie om dan ook nog thuis alles te moeten doen. Dus Niels en ik hebben gewoon met elkaar afgesproken dat Niels dit nu doet. Als er meerdere ouders, als we allebei daar mochten zijn, dan hadden we allebei gezeten natuurlijk, met Liam. Maar in dit geval is het gewoon dat ze 1 ouderbeleid hebben. En wat ook helemaal te begrijpen is. Toch? Ja. Dus dat is eventjes wat we nog wilden melden. Zo dadelijk komt mijn mamsie, zo noem ik ze altijd, komt dadelijk nog eventjes langs. Want we gaan haar nageltjes even doen. En dat mag weer sinds vandaag. Officieel mag dat weer sinds vandaag, maar daar heeft het bij ons niks mee te maken. Want ik doe dit gewoon voor mijn hobby. Ik verdien daar verder niks mee of zo. Het is gewoon dat ik het leuk vind. En ik heb het ook wel heel eventjes nodig om heel eventjes andere klets te hebben als alleen tegen zijn hoofd of tegen de gezichten van de kinderen aan te kijken. Dus, zijn wij zo erg dan? Nou, soms. Het zijn wel 3 mannen hè, die ik iedere keer zie. Hè. Ik heb niks met vrouwen wat dat betreft. Nee, maar even alle gekheid op een stokje. Ik heb gewoon heel eventjes nodig om eventjes mijn eigen Mandy te voelen en niet mama of vrouw van. Hè? Nee. Nee. Dus dat gaan we even doen. Ik heb ook een cadeautje voor mamsie, voor moederdag. Ook al is het niet ons echte moeder. Ik heb het in het verleden wel eens in een vlog heb ik het wel eens uitgelegd. Maar ze is dus een soort van moeder voor ons. En voor Jordi en Liam is ze gewoon oma. En daar heb ik ook een cadeautje voor geregeld. Daar heb ik een bloemetje. En een kaartje met een persoonlijk tekstje erop. Want ja, als ze het leest, dan snapt ze het. En een foto van Liam, want die had ze nog niet. Van Jordi heeft ze genoeg foto's, maar van Liam nog geen 1. Dus die krijgt ze nu ook. En toch een beetje alle moeders in het zonnetje zetten. Ook al is het niet je biologische moeder. Dus voor degenen die het afvragen... Dus onze biologische moeder. Virologische moeder, ja. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik niet meer echt gevlogd. Het was op een gegeven moment wel wat laat. En Liam was aan het jengelen. En dus, ja, daar zijn we mee bezig gegaan. En deze vriend, die was ook nog even een paar keer wakker geweest. En nu zijn we op tijd wakker. Want... wij moeten dadelijk naar de fysio. Dan ga ik Liam in ieder geval daar wakker maken, fles geven. Zodat we op tijd naar de fysio kunnen. Ik heb alles al wel klaarstaan hoor. Dat heb ik gisteravond ook nog gedaan. Dus laten we dit zo voor beginnen. Oeh. Jordi heeft fysio dus gehad en we zijn inmiddels thuis. Liam ligt nog even in de kinderwagen te slapen. Zodra hij wakker wordt, krijgt hij zijn flesje weer. En Jordi is nu lekker een krentenbolletje aan het eten. Hè? Lekker krentenbollen, hè? Ja.
En hij heeft het weer goed gedaan op fysio. Hij was super goed bezig, zei de fysiotherapeute. Hè? Kim zei dat jij het heel goed deed, hè? Ja. Ja. Ja, vind ik ook. Hij is ondertussen lekker je vrouw aan het kijken. Even lekker ontspanning. En ik ga zeker een bolletje verder geven, want ja. Het moet ook gevoed worden natuurlijk. Ze heeft hier gegeten en gedronken. Jordi ligt lekker in zijn bedje. Liam ligt lekker te slapen. Nu is het heel even tijd voor mama. Ik ga even eten. En heel eventjes tv kijken. Even ontspannen. Waar ben jij? Ik zie hier een beentje. Zie je een beentje? Waar zie je dat beentje dan? Oeh. Hallo? Ga omdraaien, hè? Ja, ben je wel. Hoi. Heb je lekker geslapen? Hallo? Heb je lekker geslapen? Oké. Dan mama de deken aan de kant halen. Oké. Je hebt jullie er lekker uitgehaald, hè? Met je moeder wel. Die doet er nooit. Zo erg, jongen. En allemaal knuffels eruit gestampt. Ja. Hè? Oké. Ja. Oeh. Je hebt lang geslapen, hè, jongen. Was je zo moe van de fysio? Oh, oké. Ja. Ja. Maar je bent lekker geslapen dan. Hm? Schotje? Oké. Ga je met mama mee naar beneden? Ja? Oké. Gaan we lekker soepie drinken. Ik heb eten gemaakt. Ik heb nasi gemaakt. Sambal goreng telor. Het is een pittig eigerecht. En dan heb ik nog een klein beetje salade gemaakt. En ja, dat is wat Niels en ik eten. Jordi eet iets anders, want iets te pittig. Beetje pijnlijk voor zijn poepert. Dus ja. En Jordi is lekker aan het spelen in de box. En Liam die ligt lekker hier, hè? Ja. Jij ligt lekker hier, hè? Ja. Liam, die heb ik nu even een beetje in slaap. Ik hoop dat hij heel even blijft. Jordi ligt in bed, maar die wil niet slapen. Waarom sta jij in jouw bed? Jij moet slapen, klein duiveltje. Jij moet slapen. Jij moet slapen, klein duiveltje. Ja, waarom ben jij nog wakker? Waarom ben jij nog wakker? Nou. Je moet slapen. Ik ga hem heel eventjes knuffelen. En dan ga ik hem weer in bed leggen. Want hij gaat niet naar beneden nu. Want ik vind dat hij in bed moet blijven. Zo, dat was weer de dinsdagavond. Hé, Liam? Liam heeft net de fles gehad. En daarvoor heb ik nog even gedoucht. Ja. En nu gaan we lekker naar bed.
Ik heb nog wat dingen in het huis, in de huishouding gedaan. Want mama's zijn nooit klaar. Mm-hmm. Maar bij deze gaan we deze ups en downs afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende keer.